FC Lisse staat 16e in de topklasse. En dat in speelronde 10. Zegt dat eigenlijk iets? Ja, tuurlijk zegt het wat. Alleen kijk, je moet altijd kijken naar de omstandigheden waar je mee te maken hebt. En dan moeten we heel goed naar onszelf kijken. Nou, dat doen we met z'n allen. En kijk, als we allemaal gaan wijzen naar anderen, dan zijn we verkeerd bezig. En dan kan je ook zeggen van ja, misschien kom je hier wel niet weg. Maar ik heb er alle vertrouwen in, en de ploeg ook, dat we van die laatste plaats wegkomen. Dat wij richting de middenmoot kunnen komen. En dan zal het ook soms misschien met een klein beetje geluk zal het ook een keertje mee moeten zitten. Misschien zit het vandaag al mee met dat geluk tegen Rijnsburgse Boys. De ploeg van Salde verloor vorige week met 3-0 tegen IJsselmeervogels. Raakte Momodou kwijt, 2 keer geel rood en ook eerder tegen Capelle. Een rode kaart voor Van Wieringen, 2 keer geel en Martin van Ewijk de rode kaart. Dus misschien is de vraag wel, eindigt Lisses vandaag met 11 spelers? De voorzet hier was van Kolder voor Joost Koelman. Leidt toe naar Van Noord. Goed overgenomen van Beunk, geeft hem mee aan Fokkema. Dan is de rechtsback weg. Fokkema wacht met het schot en dan een doelpunt voor FC Lisse na 6 minuten voetballen. Koen Fokkema met rechts. Een schot in de korte hoek en Orlovski is verrast. Gaat daar ook niet vrij uit. En mag zichzelf aanrekenen dat Lisse voorstaat met 1-0. Doelpunt Koen Fokkema. Weer slordig van Orlovski. Ramic, de topscorer van FC Lisse. En dit loopt goed af voor Rijnsburgse Boys. De ploeg die vorige week won met 2-0 van HHC Hardenberg. Door die fabuleuze goal van Leitou. Hier een stevige charge van Ray Frankel. En van de ketterij geeft geen kaart. Was toch echt gestrekt been op Jeffrey Winter. Die gelijk mank loopt. Heeft natuurlijk een verleden hier. Winter. Sardar naar Leitou. Voorzet, zoeken naar Koelman. Is niet echt een kopspecialist. En dan de stofzuiger van Rijnsburgse Boys, dat is Kolder. Kolder naar Koelman en dan Winter probeert het. Maar zonder succes. Winter moet eraf. Jeffrey Winter raakt in het duel met Frankel dusdanig geblesseerd dat Martijn Gootjes zijn vervanger is. Hier de bal naar Ramic, buitenspel, zegt de grensrechter. Tweede helft. Rijnsburg nog steeds met 1-0 achter. Dit is de corner en direct een doelpunt voor FC Lisse. René van Wieringen. De man die eerder nog 2 keer geel kreeg tegen Capelle en met rood kon vertrekken. Komt hier met het achterhoofd de 2-0 binnen in de achterkant van de touwen. En zo staat Lisse voor met 2-0. Weber. En Van Noord, de gelegenheidsrechtsback, gaat hier niet vrij uit. Het is dat Orlovski goed opredt. En zijn fout vanuit de eerste helft corrigeert. Leidt toe, ja, kan het van afstand. Geeft hem naar Gootjes, buitenkant rechts en 2-1. Een typisch Martijn Gootjes doelpunt. Voorzet richting de tweede paal. Gootjes met buitenkant rechts. Dit is niet makkelijk hoor. Maar wel raak voor de Rijnsburgers. Ze zullen hem hoogstwaarschijnlijk nog kennen. De Lissenaren heb ik het dan over. Winter naar de tweede paal. Gootjes en de 2-2, maar buitenspel. En dus blijft het 2-1. Overleg bij Van de Ketterij. En zijn assistent. De vlag is kapot. Ook dat gebeurt in de topklasse. En dan heeft de video official keurig op zijn tafel in het mapje een nieuwe. Koelman naar Van de Vijver. In het veld gekomen voor Kolder. Van Noord naar Leitou. Zoeken naar de tweede paal. Gootjes naar Winter. Winter met de gelijkmaker. Jawel! In tweede instantie Kevin Winter. Vraag niet of hij zich er bewust van is, want hier had hij er al in gemoeten. Maar via zijn neus gaat hij het doel in. En zo laat Winter zien dat hij een neusje voor het doel heeft. Maar daarbij ook een bloedneus oploopt. 2-2. Rijnsburg wil meer. Ramic. Direct na het doelpunt van Rijnsburg. Ramic en Orlovski. En uiteindelijk Freke die wegruimt. Buitenkant, buitenkant. Breed.
Oosterlee, duidelijk zichtbaar een fan van Goedemorgen Nederland. Is niet content met zijn ploeg. Wil meer over de flanken spelen. Een elleboog van Winter. Althans, zo lijkt het. En Van de Ketterij geeft daar rood voor. Maar was dit wel een elleboog? Winter wint het kopduel. Kan ze armen kwalijk vastbinden aan zijn heupen. En moet er vanaf. Overtreding van Kalashnan Kurmarsing. Die had al geel. En krijgt hier zijn tweede. Gaat er dus ook met rood vanaf. Maar wat gebeurde er bij die overtreding van Kevin Winter? Niets. Wint kopduel en haar gaat liggen. En de goede scheidsrechter zegt direct rood. Dus ja, er gebeurde niks. Maar dat kunnen we vanavond wel zien. Hè. Wat gebeurde er in die fase dat Rijnsburgse Boys die 2-1 en die 2-2 maakt? Want jullie leken een beetje de weg kwijt te raken. Nou ja, niet van slag. We hadden in de rust al doorgesproken wat er zou gaan gebeuren. En alleen waar je normaal een mannetje over had in de eerste situatie, hadden we die in de eindfase hadden we die niet meer over. En dan, als dan de bal op de flank komt, wat een paar keer gebeurt en ze brengen hem in, dan zou je er wat korter op moeten zitten. En natuurlijk voor de goal, je weet dat, wat voor type spelers hun hebben. En je weet wat een gootjes voor de goal gevaarlijk is. Dus ja, dan moet je hem gewoon zijn huid opvreten en niet zo makkelijk vrij laten staan. Je zit zelf wel helemaal onder het bloed. Hoe komt dat? Ik kreeg die bal op mijn neus. Dat kan gauw, maar bij die 2-2 kreeg ik hem op mijn neus. En ik was blij dat ik hem op mijn neus kreeg.